Ja, ik verheug me al op het nummer wat hij dadelijk voor ons gaat zingen. Hij zingt al vanaf zijn 16e in verschillende bands. In 2014 nam hij het heft in eigen handen en richtte de Joe Cocker Tribute Band op, Cry Me a River. En nu staat hij met al deze ervaring in de finale van The Voice Senior. Erik Hagelstein uit Doetinchem. Erik, welkom. Kun je nog gewoon over straat? Ik zeg niks over de zang, maar die vindt het wel een mooi jasje aan, vind je ook niet? Ja. Het lijkt alsof je rechtstreeks uit de beeldbuis bent gestapt. Ik kan over straat, omdat er wordt heel veel gereageerd, ook door wildvreemden. Maar dat gebeurt op een hele leuke, spontane manier. Dus ik voel me daar totaal niet door bezwaard. Ik vind het eigenlijk wel heel leuk. Dus je wordt regelmatig aangesproken? Dagelijks meerdere keren, ja. Hartstikke leuk. Ja. Hoe ben je erbij gekomen om mee te doen aan The Voice Senior? Want ik heb begrepen dat je helemaal niet zo'n fan bent van The Voice. Nou, van de gewone Voice niet. Dat vind ik een te groot circus. Maar Voice Senior vind ik wel wat relaxter sfeertje hebben. Ik werd 60 vorig jaar december. Toen zeiden vrienden van, nu mag je je opgeven. Waarom zou je dat niet doen? En ik heb daarover nagedacht. Ik heb er zelfs met Charles nog even over gesproken. En ja, de conclusie is, waarom niet? Wat heb je te verliezen? Hoe is het om aan het programma mee te werken? We willen natuurlijk alles weten. En vooral de verhalen achter de schermen. Je mag alles weten behalve mijn pincode en de uitslag. Ja, het is fantastisch. Het is een enorm evenement. Ik heb hier jaren bij TV Gelderland ook gewerkt. Dus ik weet wel een beetje wat televisie is. Maar dit is van een schaal. Daar had ik me geen voorstelling bij kunnen maken. En het zijn leuke mensen. Het is een fantastische band. Je mag lekkere liedjes doen. Het is alleen wel heel veel wachten. Heel veel wachten. Ja, heel veel wachten? Ja, uren en uren. Ja. Je hebt er uiteindelijk voor gekozen om met Angela te gaan werken. Je had ook voor Ilse de Lange kunnen kiezen. Ja. Waarom koos je Angela? Er zijn een paar Gelderse voorgangers van mij. Hij, Michel Brink uit Ruurlo en Leen Barbier uit Arnhem. Die heb ik uitvoerig gesproken daarvoor. En die zeiden allebei, als je de kans krijgt, moet je Angela nemen. Want? Ja, ze is een hele betrokken, ervaren, prettige vrouw. Onze Ilse niet? Ja, Ilse is ook aardig, maar wat afstandelijker. Ik had meer persoonlijk ook met Angela. Hoe is het om met haar te werken? Heel leuk, heel inspirerend en heel open ook. Het is een open boek. Ik ben ook bij haar thuis geweest. We hebben nu nog steeds regelmatig contact. Ja, binnenkort komt ze in Anfield met de Dolly Dots. En daar ga ik uiteraard naartoe. Ja, het is gewoon een heel prettig, deskundig, fijn mens. Lijkt me wel een pittige dame. Ja. Nooit een woordenwisseling gehad? Ja. Waarover? Dat ga ik je niet vertellen. Jawel, dat willen we weten. Nee, Angela is heel erg professioneel. Als er dingen op het podium of daarbuiten even niet lopen, omdat er iemand niet oplet, ja, dan kan ze behoorlijk uit de kast komen. Maar tegen mij is ze eigenlijk heel correct en vriendelijk gebleven. Nu zeggen ze wel eens, je bent nooit te oud om te leren. Maar uit ervaring heb ik ook wel eens begrepen, inderdaad, dat vanaf 60 plus je het dan lastig vindt om dingen aan te nemen. Jij nog veel geleerd? Ja. Wat dan? Hoe je op het podium staat, hoe je nadenkt over je repertoire. Ik heb voor het eerst van mijn leven zangcoach gehad. Dat was dan niet van Angela, maar van een ingeschakelde zangcoach. Dat vond ik heel leerzaam. En dat ga ik vaker doen. En wat heeft dan de prikkel gegeven om het vaker te doen? Omdat ze met hele simpele middelen je door bepaalde barrières heen brengt. Dat je denkt, dit trek ik niet. En dan kun je het wel als je het even wat rustiger aanvliegt en even wat meer ademsteun en wat minder kracht. Het zijn allemaal van die dingetjes, die weet je in je achterhoofd wel, maar ja. En hoe, daar ben ik heel nieuwsgierig naar, hoe ga je om met je zenuwen? Want dat is me nogal een podium daar. Nu heb je natuurlijk vanwege corona niet in volle bak publiek zoals normaal gesproken, maar ik kan me voorstellen dat er het een en ander door je lichaam giert. Vooral heel veel ijsberen. En met mensen praten die al heel lang optreden, Angela, Frans, Bauer, noem maar op. En die zeggen dat ze dat gevoel heel goed snappen. En de zangcoach Katie, die zei op een gegeven moment, breng het even terug tot de essentie. Je gaat een liedje zingen, hè? De wereld vergaat niet. En je weet dat je het kan. En dat helpt wel. Nu gaan we naar die grote finale. Die gaan we volgende week zien. Zit je bij de laatste 8? Ja, hoe voelt dat om bij die laatste 8 te zitten? Dat voelde goed. Het was gezellig. En goede kandidaat. Niveau hoog. Ja, ik heb het erg naar mijn zin gehad. Nu ben jij een groot bewonderaar van Joe Cocker. Nogal. Kan je die fascinatie een klein beetje uitleggen waar het vandaan komt? Ja, dat komt eigenlijk uit de intensiteit waarmee hij zong en leefde. En daar heb ik wel wat mee. Mensen die het onderste uit de kan willen halen en die bereid zijn te lijden om iets te bereiken. En
Ja, ik hou van de artiest, ik hou van zijn repertoire, ik hou van zijn karakter. Ik ben een grote fan. Ga je er ook iets van zingen in de finale? Nee. Waarom niet? Als grote fan. Er was al een kokker. En B, ik vond het eigenlijk wel spannend om eens een keer iets heel anders te doen. Wat ga je doen dan? Dat ga ik niet zeggen. Jawel, joh. Nee, joh. Een nieuw liedje, jij kent het niet. Klein tipje van de sluier. Echt heel nieuw. Het is heel stevig. En ik kende het niet. Toen Angela belde en zei, wil je dat eens luisteren? Want volgens mij... Ik moet ineens denken aan zwemmen in Bacardi Lemon. Ga je zoiets zingen? Volstrekt verkeerde, Linda. Ja? Echt de hele andere kant op. Oké, maar wat is het dan wel? Help ons een beetje in de goede lekkere richting. Lekkere rock, stevig stampen. De band vond het heerlijk om te doen. Ja, het komt er gewoon niet uit. Wat ga je nu voor ons zingen? Ik ga nu zingen een liedje van Kokker, een van mijn favoriete liedjes, Into the Mystic. Nou, daar willen we van gaan genieten. Neem plaats achter de microfoon, ja, zou ik zeggen. Into the Mystic van het album Organic uit 1996 van Joe Cocker. Origineel is het van Van Morrison. Hier is Erik Hagelstein met Into the Mystic. En hij gaat winnen die finale. We were born in the wind. Also younger than the sun. Yeah, the bonnie boat was won as we sailed into the mystic. Hark now, hear the sailors cry. Smell the sea and feel the sky. Let your soul and spirit fly. As we sail into the mist. And when that foghorn blows, you know I will be coming home. When that foghorn blows, I've got to hear it. I don't have to feel. Just like way back in the days of old, and together we will flow as we sail into the mist. Volgende week vrijdag in de finale bij RTL 4. Maak Gelderland trots, Erik. Als je wint, kom je hier terug, hè, volgende week vrijdag.